De Centrale van Landdienarenorganisatie, CLO, kan elk moment weer acties voeren. Dit ondanks een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi. De vakbeweging gisteren heeft geïnformeerd over enkele brandende financiële vraagstukken. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt de voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart, dat het gesprek gisteren goed is geweest, maar desondanks blijft de centrale de regering het mes op de keel houden voor het uitbetalen van de afgesproken 25% loonsverhoging met terugwerkende kracht. Nou, dus contact zo. Alla mij wacht aan money. Dus de maat dat ik nooit doe nu. Een gesprek ben de een vrij goed gesprek. Maar bijna voorzitter voor BVR aan de sporen zijn. Maar goed. Maar ik ben een mooi gesprek. Hoe zit het aan het zijn? Ja, enige zijn niet. Maar dat komen. Rovan, dat min ook aan spot in de pretjesma. Ja. Dus mijn wacht hier, maar dat zou ik kijken naar Rubaga. Maar niet tegen een takker. Hoeveel takken we samen niet bij de Zuid-Oorlog toch? Hooghart zegt verder dat de president niet exact heeft aangegeven wanneer de beloftes worden nagekomen. Maar heeft wel de verzekering gegeven dat het geld zal worden uitbetaald. Echter is deze toezegging geen reden om mogelijke acties af te blazen, zegt Hooghart. Dus komt dat hier een moment nog even aan. Maar want dat zaken komen in orde. En dat niet tegen, dat kan ik niet in het bord van die mensen schrijven. We zijn in beraad, dus elk moment kunnen we altijd in actie komen. Mm-hmm. We hebben al aangegeven dat er voor een kiesamoni 15, dat we in beraad en beraad, want dat elk moment, hoe kan we tot alle soort actie. De vakbeweging heeft alle ruimte gehad om haar inzichten te delen over de maatregelen ter versterking van de koopkracht. Voor de komende week heeft de regering weer een vergadering met de vakbeweging over de stand van zaken met betrekking tot het financieel plaatje. Hooghart zegt dat de ambtenaren niks anders verwachten dan het goede nieuws over hun toegezegde verhogingen.